Goedenavond en welkom bij de Midnight Movie Review met de top 25 van de beste horrorfilms van de jaren 80. Vanavond is het tijd voor de nummer 7 en de nummer 7 is eigenlijk al een klassieker binnen het genre. Ten tijde van release was het grootste punt van kritiek. Ach, dit hebben we al gezien. Allemaal geïnspireerd op die ene film van John Carpenter die de hele vernieuwing voor heel veel critici die er eigenlijk vrij weinig van weten van de slasher introduceerde. En ach, die Sean S. Cunningham, die hebben we ook al met Wes Craven gezien. En toch bleek dit de succesvolste horrorfilm van het jaar. Sterker zelfs, met de daaropvolgende franchise, bleek het een van de succesvolste horrorfilms te zijn van de jaren 80. Need I say more? Friday the 13th. Hello? Who's that? Oh, hi. What are you doing out in this mess? One. In Friday the 13th volgen we een groepje jongeren die naar het bos gaat. Nou, wat gaan ze in het bos doen? Ze gaan het oude kamp Crystal Lake na al die jaren van verstoffing weer eens lekker opkalevateren. Want, zo vinden ze, ja, moet hier weer een leuk jeugdkamp georganiseerd kunnen worden. De bronstige pubers komen bij elkaar om gezellig een kamp te organiseren. Maar, al wanneer het eerste personage in het stadje komt, wat bij Camp Crystal Lake ligt, wordt het duidelijk dat daar toch iets niet pluis is en dat je daar beter niet... Nou, echt, jezus. Ja, ze zijn gewoon al die horrorfilms. Dat je daar maar beter niet naartoe kunt gaan. Oh. Friday the 13th. You may only see it once, but that will be enough. Ja, eigenlijk is Friday the 13th ook helemaal niets unieks. Het is een slasher, maar het is een hele goede slasher. En hij introduceerde een sfeertje wat de jaren 80 heeft gekenmerkt en wat eigenlijk nog veel meer slashers zou mogen kenmerken. The Summer Camp Slasher. En Friday the 13th was natuurlijk ook het begin van het personage Jason, die in deze film ook aanwezig is. Maar ik zeg niet of die ook degene is die de moorden pleegt. Voor iedereen die het nog niet gezien heeft, ga je kapot schamen. Als horrorliefhebber begin je hier gewoon mee. En voor iedereen die hem wel gezien heeft, weet ze natuurlijk wat ik bedoel als ik zeg of het wel of niet Jason is. Ik ben deze film eigenlijk pas heel recentelijk gaan waarderen. En dat heeft ermee te maken dat Friday the 13th binnen het slasher genre niet heel erg uitbundig is. Het is niet heel erg groots. En wanneer je het op een televisiescherm ziet, is het ook niet heel erg indrukwekkend. En ik ben me ervan bewust dat deze film in de jaren 80 een enorme fanbase heeft gekregen. En heel veel mensen zien het dan gelijk aan de VHS-liefde, de videobandenliefde die er in de jaren 80 was. Waar heel veel werkjes die onder andere in deze lijst zitten op hebben overleefd. Omdat ze de uitbundige, bijzondere films waren die op een videoband naar voren spatten. En ik vind dat Friday the 13th niet een film is die op videoband of DVD heel erg uitzinnig is. En dan zou je bijna moeten zeggen, waarom is de film dan zo succesvol? Ik denk dat dat is omdat die film bijna altijd in de bioscoop is vertoond. Onder andere de sequels hebben de jaren 80 gedomineerd. En de originele film heeft heel veel drive-ins gedomineerd. Het was een bioscoophit in Amerika. Dit is een film die gemaakt is
voor de bioscoop. En die beduidend meer kracht heeft in een bioscoop. En dan kan ik toelichten. Er zijn films die qua... vooral qua shotopbouw en qua montage... beduidend meer tot hun recht komen in de bioscoop. Alle films komen in mijn ogen beter tot hun recht in de bioscoop. 99% van de films in ieder geval. Maar er zijn uitzonderingen die eigenlijk bijna niet buiten de bioscoop zo goed kunnen werken. De eerste keer dat ik het zag, vond ik het een goede leuke slasher. Maar ja, The Burning vond ik bijvoorbeeld al beter. Omdat The Burning veel uitbundiger was, veel meer gore, veel extremer. Dan denk ik, nou, daar kies ik voor. Die spanning van het origineel, daar ging iets mis in de transitie. Begin dit jaar heb ik hem vertoond in 301, Amsterdam Overtoon 301. En toen merkte ik op dat het echt een rete enge film is. Waarom werd het nou beter? Het begint eigenlijk al bij de titels. Martin Koolhoven zei ooit dat je A Clockwork Orange, dat hij die pas echt heel erg goed begon te vinden, of nog veel beter, want hij gaat me hierop verbeteren, dat weet ik zeker. Ik ga hem sowieso verkeerd citeren, maar de essentie van wat Martin Koolhoven zei, was dat het moment dat je die kleuren in beeld kreeg, ja, dat werkt niet in een ander dingetje bij de intro van de Clockwork Orange. En dat is precies zo bij Friday the 13th, het moment dat het scherm vol wordt en de gewoon de tekst Friday the 13th het glas doet breken en jij in een... met prachtig geluid, die soundtrack echt erin knalt. Het lijkt simpel, maar het plaatje is perfect. Het geluid is perfect. En daardoor is het eng. Er is meteen spanning. Als jij in een donkere bioscoopzaal zit. En de camera. Deze film is bijna constant donker. Ja, op een klein televisiescherm denk je, wat een donkere film. Als jij omringd bent door duisternis. En op het grote scherm. Is het lichtje het enige wat je kunt volgen, dan is het bloedstollend spannend. En dat is Friday the 13th. Dit is niet een film die makkelijk op de televisie overleeft. Dit is een film die je in de bioscoop moet zien. En dan pas valt de vakkundigheid op. Want ja, sommige films overleven alleen maar in de bioscoop. En de montage is precies goed gedaan voor de spanningsbouw tussen bioscoop en publiek. Dus eigenlijk wil ik zeggen dat deze maand, als je de mogelijkheid hebt, een thuisbioscoop hebt of een lokale leegstaande bioscoop of scholen of wat dan ook, organiseer een viewing van Friday the 13th, de Blu-ray, en ga hem zo kijken. Want dan zul je snappen waarom dit zo'n legendarische film is. Want dat is die. Alleen, we kunnen het bijna niet zien, want bijna niemand heeft thuis een bioscoop. En voor degenen die wel een bioscoop hebben, ik vind dat je je nu verplicht moet stellen om op Halloweenavond al je vrienden en kennissen uit te nodigen en de Blu-ray van Friday the 13th moet draaien. Want dan zal eindelijk iedereen snappen hoe goed deze film is. Want sinds ik hem op groot scherm heb gezien, vind ik hem echt waanzinnig. Hij is te gek. Hij is gaaf. Het is... Hij moet niet zoveel credit krijgen als dat hij krijgt wat betreft baanbrekende slasher. Maar wat hij doet, doet hij zo ongelooflijk goed. Zo rechtstreeks op het doel af. Zo weinig dingen die je niet gelooft. Je gaat hierin mee. Op groot scherm. En dan heb je een prachtige viewing. En zet het geluid knetterhard. Want de kracht van die soundtrack is niet te onderschatten. En hoe laag je het volume zet, hoe meer het een achtergrondruis wordt. En dat kun je voor alle films zeggen. Maar ik zeg met name voor Friday the 13th. Het verschil is de moeite waard. Dus op de nummer 7 in deze toplijst. Friday the 13th. En gaan we gewoon allemaal kijken. Er zijn nog heel veel vervolgen gekomen. Friday the 13th Part 2 is leuk. Friday the 13th Part 3 is leuk. Ricardo Thomas Diaz van Cult Movies Reviewed gaat me helemaal doodmaken als ik niet zeg dat Friday the 13th 4 ook de moeite waard is. Ja goed, begin met Friday the 13th op groot scherm en koop dan die andere films en kijk ze erachteraan. In ieder geval tot en met deel 4, want het is sfeervol, het is leuk. En je hebt hier echt heel veel horrorplezier van. Dus Friday the 13th, nummer 7, check it out.